De vorige piano werd 1,5 jaar geleden gedoneerd door feestzanger Benny Solo, nadat de piano daarvoor was vernield. Inmiddels had ook deze zijn beste tijd gehad. Er zijn heel veel toetsen stuk en inwendig zeg maar de stemknoppen zeg maar, die de snaren moeten bedienen, die zijn ook niet meer helemaal te repareren. Gelukkig is er dus een nieuw exemplaar gevonden, hoewel dat natuurlijk niet zo'n eigen karakter heeft als het instrument van Benny Solo. Deze is heel uniek, zo een hebben we er landelijk niet. Maar we hebben gelukkig beschikking over andere soorten piano die even goed ook heel mooi kan functioneren. Dus degene die komt, die zal niet qua uitstraling net zo mooi uitzien, maar het geluid zal zeker zo mooi zijn ook. Toch is het volgens Brookman wel belangrijk dat er een piano op het station aanwezig blijft. Het zorgt heel erg voor verbinding. Hè. Als je als reiziger hier het station binnenkomt 's ochtends, dan hoor je vaak al wat mooie klanken. Of, als je inderdaad 's middags weer terug gaat naar huis, dan word je begeleid met een vrolijk deuntje. Voor ondernemers is het ook leuk. Het is gewoon soms met concerten. Hè. Dan gaan mensen spontaan met andere instrumenten ook een soort concertje ervan van maken. En dat zorgt erg veel voor verbinding. Om de nieuwe piano officieel in te wijden, was de 11-jarige Lasse aanwezig die pianoles volgt in de Nijmeegse Lindenberg. Hoe vond je het om op deze nieuwe piano te spelen? Heel leuk en ook wel een beetje spannend. Hij speelt wel anders dan mijn eigen piano thuis, maar ik vind alle pianos lekker spelen. Voor wie toch geen afscheid kan nemen van de oude piano, is er goed nieuws. Deze krijgt namelijk een nieuwe locatie waar hij voorlopig gewoon te bezoeken blijft. De oude piano schenken wij aan het Spoorwegmuseum. Die had daar heel erg interesse in. Juist omdat het een heel uniek exemplaar is. Zo'n mooie als hier met heel veel kunst hebben we eigenlijk nergens. En dat willen we graag behouden. Dus wat dat betreft krijgt het een tweede leven. En kunnen de reizigers, als ze naar het Spoorwegmuseum gaan, hem daar bewonderen.